Let dan op spits Michiel, die het zo probeert. Bijna het hoofd van Sebas eraf. Je zei nog tegen Sebas, laat die bal gaan, ik doe hekken omhaal. Maar Sebas liet hem niet gaan, anders had dat wel een hele mooie geweest misschien. Michiel zorgt sowieso altijd voor spektakel en show. Dit is een kaats met Wouter Witbroek. Hier is Michiel en dan ook dat nog. Ja, de fans die kijken hun ogen uit. Michiel, ze zijn van de 1-2'tjes daar. Michiel achter zijn standbeen. Op de staander of dwarsligger. De staander was het. Wat een actie van Michiel Kallebout zeg. Schitterend, maar niet raak. Beetje pech. Wat een moment. Wat een wedstrijd. Dames krijgen slow motions wanneer ze invallen. En hier is Michiel met de volgende truc. Mooi dat dit gewoon mag bij Creators FC wedstrijden. En hij gaat van onscherp naar scherp. Eerst Koen. Nee, Michiel. Koen even vasthouden. Koen en Noah. En nog een keer nou. Hij staat nog steeds die nul. Dus kiep kiep, hoera. En dit. Lekker jongen. Rutger. Ze uittrappen zijn uitstekend. En Michiel schitterend aannemen en pasen in één. Formidabel. Om van te smullen. Michiel. Sebas is niet gek, maar een vliegtuig. En oh, wordt wel voor gek gezet door Michiel. Wat een panna de luxe was dat. Levert hij ook netto nog wat op? Nou, een beetje naast. En Michiel kan wel door de grond zakken. Gaat van hoogtepunt naar dieptepunt. Edward, knip er een beetje uit. Die panna knippen we er zeker niet uit. Die herhalen we zelfs. Omdat hij zo mooi was. Glenn,